Rianne, wat heb je allemaal in je handen? Ja, allemaal snoepjes en lieve dingetjes van vrienden en familie. De eerste helft dachten wij, Top gaat het niet redden. Top redt het wel en de beslissing is van jou in nota bene je laatste wedstrijd. Ja, dat is een scenario, daar kon je alleen maar van dromen. Ja, zeker. Daar had ik niet eens van kunnen dromen. De eerste helft was inderdaad, het was eigenlijk echt, we begonnen heel slecht. We kwamen gelijk 6-2, 7-2 achter. Maar ik had wel het gevoel, we kunnen terugkomen. En PKC heeft altijd een moment waarin ze even een klein dipje hebben. Ja, en daar hebben wij gebruik van kunnen maken. En dan zo winnen, de laatste wedstrijd, dat is echt supermooi. Maar wat zeg je dan tegen elkaar in de rust als het al zo ver achter staat? Is er wel het geloof geweest, we gaan hem misschien nog wel pakken? Ja, zeker. We stonden in de rust 4 punten achter. In principe valt dat dan nog mee. En ja, het geloof blijft er natuurlijk. We hebben afgelopen seizoen meerdere wedstrijden gehad. Wat ook zo ging. En, of wat andersom. En ja, je weet gewoon, het kan nog. En dan staat er 22-22. Dan gooi jij. Dan gaat hij erin. Realiseer je dan, ja, dit kan de beslissende zijn. Nou, ik had het nog niet helemaal door. Ik dacht wel, het is nog kort. Maar ik had niet door dat het nog zo kort was. Maar ja, toen hun die aanval nog hadden, dat was echt super spannend. Want ja, het was nog best wel een lange aanval. En we moesten gewoon zorgen dat die bal niet meer terugkwam. We moesten eerst die bal nog hebben. Nou, dat was prachtig. Waarom stop je eigenlijk? Want je bent nog niet zo oud, 26 jaar. Het is een geweldig hoogtepunt nu om te stoppen, dat wel. Maar waarom stop je? Nou, ik woon in Assen. En het is dik 2 uur rijden voor mij. Heen en weer 3 keer per week. En ik werk gewoon in Groningen. En dus ja, voor mij is dat op een gegeven moment niet meer te combineren. Maar je bent nu, ook na dit succes, niet meer over te halen? Nee, zeker niet. Helaas. Hoe gaat iemand uit Assen dit nu in Sassenheim vanavond vieren? Ja, in Sassenheim moet gewoon gevierd worden natuurlijk. Ik ben blij dat er ook heel veel vrienden en familie uit Assen mee zijn. En we gaan er gewoon een supermooi feestje van maken in Sassenheim. Blijf je wel korfballen, maar gewoon in een vriendenclubje? Ja, ik blijf zeker korfballen bij mijn oude club, AVO. Die zijn gelukkig net gepromoveerd. Maar goed, het is wel 2 niveaus lager, maar hopelijk kunnen we daar nog een beetje omhoog mee. Dat zou mooi zijn. Komt daar nu wel als een grote ster binnen, hè? Dat realiseer je? Ja, nou ja, dat zullen we zien. Ga genieten. Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel.